Ik ben Annette, ik ben 24 jaar oud. Ik studeer hbo-rechten aan de Juridische Hogeschool Avans Fontys. Ik verricht een onderzoek voor het lectoraat Recht en Digitale Technologie en het lectoraat Digitalisering en Veiligheid. Mijn onderzoek gaat eigenlijk over de beroepsmatige inzet van drones door deurwaarders. Dus ik onderzoek of dat zij drones mogen inzetten bij hun werkzaamheden, vooral gericht op het beslag op roerende zaken. En ik onderzoek welke vergunningen en documenten zij daarvoor nodig hebben. De link tussen onderwijs en praktijk heb ik gemaakt door een enquête op te stellen. En de enquête heb ik verspreid via LinkedIn onder twee deurwaardersgroepen. En uit de enquête bleek al dat de deurwaarders dus interesse hadden in het onderzoek. En het leuke is dus eigenlijk dat het onderzoek niet alleen bedoeld is voor het lectoraat, maar dat de deurwaarders hier ook heel veel aan hebben. Digitalisering en veiligheid is eigenlijk steeds meer een onderwerp wat je terugziet in het nieuws en in het werkveld. Het is eigenlijk hartstikke leuk dat je ook veel samenwerkt met elkaar. Je bent erg betrokken en die link van samenwerken, actualiteit en veel feedback op je stukken krijgen maakt het heel erg leuk om af te studeren binnen het lectoraat. Ik zou andere studenten aanraden om af te studeren binnen het lectoraat. Je moet wel opletten dat je veel zelfstandig werkt. Je hebt veel doorzettingsvermogen daarvoor nodig, maar daarentegen krijg je ook weer heel erg veel vrijheid om aan je onderzoek te werken. En vooral de betrokkenheid met de andere kenniskringleden van het lectoraat is heel erg fijn.